is bijna bedtijd, nog even en dan mag je op reis naar dromenland, het einde van de dag. Kom lekker bij me zitten, met je pyjama aan. Een piepklein verhaaltje, voor het slapen gaan. Hallo kinderen, de voorleeszomer is er weer met een nieuw verhaal van Mick en Mara. Veel plezier. Maar waar gaat het vandaag over? Ik kan het alvast verklappen. Want ik zie hier een ziekenkamer in een ziekenhuis. Papa in het ziekenhuis. Mick en Mara zitten aan papa's bed in het ziekenhuis. En op de gang staat mama met de dokter te praten. Papa slaapt. Zijn blinde darm was ziek. Die zit in je buik en de dokter heeft hem eruit gehaald. Mick en Mara zijn muisstil. Want, zei de dokter, slapen is nu het beste medicijn. Mick uit met zijn vinger over de deken. Dat kan best. Daar maakt papa heus niet wakker van. Mara kijkt naar het zakje aan een stang boven het bed. En uit het zakje valt steeds een druppel in een slangetje. En aan het eind van een slangetje zit een naald. En de naald zit in papa's arm. De zuster zegt dat in het zakje alles zit om beter te worden. Mara telt de druppels. 1, 2, gaat langzaam zeg. Ze ziet papa's hand bewegen. Ze schrikt. Wordt papa toch wakker van Mick's vinger? Nee, poeh. Van mama mogen ze niet hard praten en niet weglopen. Hard praten en weglopen. Ze durven helemaal niet te praten. En weglopen, stel je voor. Papa's gezicht ziet wit. Bijna zo wit als het kussen. En wat zou Mara graag willen dat ze ogen open gingen. En dat hij dan zei, koekoek Mara, ben jij daar? Ze kijkt naar het zakje. En ze schrikt. Mick. Het zakje is leeg. Shhh. Mick legt zijn vinger op zijn lippen. Maar we moeten de zuster halen. Fluistert Mara. Nee, we mogen niet weglopen. Wat is die rode knop? Mick wijst. Weet ik niet. Misschien om het licht uit te doen. Of om te bellen. De dokter of de zuster, als er wat is. We proberen het, beslist Mara. En we doen het samen. Ze pakt Mick's hand. En met zijn vinger drukt ze op de rode knop. Ze wachten. En ze wachten. En ze wachten. Maar er gebeurt niks. Geen dokter en geen zuster. En wat blijft mama lang weg? Ze kijken weer bang naar het zakje. Eindelijk horen ze voetstappen. Is het de dokter of de zuster? Nee, geen van beiden. Het is mama die binnenkomt. Slaapt papa nog? Vraagt ze zacht. Jij was heel lang weg, mama. Het zakje is leeg en dan gaat papa misschien dood. Mick zegt het heel hard. Hij vergeet te fluisteren. En hiervan wordt papa wel wakker. Hoi hoi, Mickie, Mick. Ik ga niet dood hoor. En hij doet zijn ogen weer dicht. En daar is opeens een zuster. U had gebeld, meneer? Nee, roept Mara. Wij hebben gebeld. En weer wijst ze naar het lege zakje. Goed gezien van jullie, zegt de zuster. En ik maak het ook direct in orde. Hebben wij onze papa gered? Vraagt Mick, trots.
Wel, nee, jongen, daar is geen sprake van, hoor. Wij zorgen goed voor jullie vader. De zuster bedoelt net als papa dat hij niet doodgaat, zegt mama. Maar papa is wel moe. En we laten hem lekker slapen. Dan kan hij dromen van thuiskomen met taart en slingers. Dat ga ik ook doen, roept Mick. En weer vergeet hij zachtjes te praten. Ik ook, roept Mara. En ook zij vergeet het. We gaan naar huis, zegt mama. Je mag papa nog een kusje geven. Dat was het verhaal van vandaag. Slaap lekker allemaal. En tot morgen. Dag. Morgen dan zie ik je weer met een mooi verhaal. Het is tijd om naar bed te gaan. Slaap lekker allemaal. Tot morgen.